toeristen die willen graag op de foto met de enorme bloemenvelden. En ja, die gaan wel eens te ver en vertrappen wel eens een bloemetje. Dat mensen echt gewoon dwars door het veld heen liepen en dat er een videootje gemaakt werd. Wel niet zo door de paadjes, maar gewoon dwars door de hyacinten. Toen ben ik ook gestopt en toen heb ik ook tegen die mensen gezegd van jongens, zo moet je dat niet doen. Wel, die man moet zijn brood eraan verdienen aan die bollen en daar ga je niet doorheen lopen springen. Well, we have to be very careful. Growers put a lot of effort into doing what they do. And if you step on them, it may not grow for that year. De ergernis zit vooral bij bloembollenkwekers die hyacinten telen. Want hyacinten, daar zit wel eens een ziekte in. Dat is een bacterieziek. En die kan je heel makkelijk verspreiden door er doorheen te lopen en vervolgens naar een ander veld te gaan. En als je dan weer in aanraking komt met die bloemen, dan zit die bacterie ook op dat andere veld. De ene toerist is, de andere niet. Iemand uit India die gedraagt zich super netjes. Maar iemand uit Pakistan, daar schijn je nog van die rangen en orders te hebben. En als ze dan wat hoger in de boom zitten, dan denken ze dat alles van hun is. En die kunnen echt midden in een tulpenbed gaan zitten en dan op de foto gaan. Ja, die gaan wel eens te ver, vind ik. Gelukkig zijn er ook veel bezoekers die er juist een feestje van maken. Vorig jaar kwam bij de buurman. Kwam er een gast met een drumstelletje en een gitaar en een gast met een camera, net zoals u. En die gingen lekker zitten te spelen en die hebben een prachtig YouTube-filmpje gemaakt. Midden in een veld met tulpen, nou dat is toch fantastisch. Daar geniet ik echt van, dat vind ik leuk. En nou ja, die knakken misschien drie tulpen om, maar ja, dat geeft het.